Weerstand. Als jij iets wil veranderen bij jezelf, aan je leefstijl of aan een bepaalde gewoonte, dan is de kans groot dat je zo'n stemmetje in je hoofd hoort dat jou op andere gedachten probeert te brengen. Ondanks dat je weet wat de verandering jou gaat opleveren, krijg je die kritische stem niet uit je hoofd. Ik ben eetbuien- en emotie-etencoach en ik help vrouwen om hun relatie met eten, zichzelf en hun lichaam te transformeren. Jouw relatie met eten is namelijk een geweldige aanwijzing voor persoonlijke groei en innerlijke bevrijding. Abonneer je op dit kanaal, want hier deel ik praktische tips en inspiratie die jou verder helpt om los te komen van wat je nu nog belemmert. Weerstand voelen tegen een verandering kan je echt dwars zitten. Want je wil heel graag veranderen. Maar die stem in je hoofd brengt je aan het twijfelen. Of komt aanzetten met allemaal bullshit-excuses waarom je iets niet zou kunnen of moeten doen. Deze video bestaat uit 2 afleveringen waarin je ontdekt wat de goede intentie van weerstand is. En hoe je weerstand ook in je voordeel kan gebruiken. En hoe je het beste kan reageren op weerstand. In dit eerste deel ontdek je wat weerstand precies is en hoe je het in je voordeel gebruikt. Weerstand. Je herkent het aan die kritische stem in je hoofd die met jou in discussie gaat. Die innerlijke criticus in je hoofd kan voelen als de vijand. Maar in werkelijkheid is het een beschermingsmechanisme van je brein. Alles wat namelijk binnen jouw comfortzone valt, wordt door jouw onbewuste brein gemarkeerd als veilig. En met comfortzone bedoel ik niet dat het altijd over comfortabele omstandigheden gaat. Je comfortzone is alles wat voor jou bekend is. Dus stel dat je bent opgegroeid in een gezin waar één van je ouders alcoholist was, dan is dat niet comfortabel, maar het is wel iets wat bekend is voor jou. Bij een verandering verlaat je dus een vaste gewoonte. Want je gaat iets anders doen dan je normaal doet. En precies dat anders dan anders zorgt ervoor dat jouw ego, je innerlijke criticus, daar tegen in verzet gaat. Nieuwe dingen zijn nog onbekend en het is de taak van jouw criticus om te zorgen dat je veilig bent. Dus wordt alles wat nieuw is zorgvuldig gescreend. En die screening vindt plaats op basis van alles wat jij tot nu toe hebt geloofd, weet, hebt ervaren of aan gewend bent. Wanneer je bijvoorbeeld je leven lang hebt geloofd dat je niet goed genoeg bent, dan zal je in eerste instantie waarschijnlijk op weerstand stuiten als je besluit om iets anders te gaan geloven over jezelf. Of als je gewend bent om op een hongerdieet te gaan als je wil afvallen. Dan zal een nieuwe benadering van gewichtverlies misschien twijfel bij je oproepen. Die innerlijke criticus hoor je alleen maar als je echt stappen aan het zetten bent in de richting voor een doel voor jezelf. Daarom kan je die stem ook zo goed gebruiken als richtingaanwijzer voor jezelf. Want als jij 's morgens moet kiezen wat voor smaak thee je wil drinken, dan hoor je die kritische stem niet. Want dat is niet belangrijk voor je. Maar als je stappen zet die er echt toe doen voor jou, die jou echt verandering gaan opleveren naar iets dat je echt wil, dan gaat die kritische stem in eerste instantie vol in de actiestand. Dus hoe irritant je die kritische stem ook vindt, het is wel een aanwijzing dat je aan het groeien bent. En dit is de groeipijn die daarmee gepaard gaat. In deel 2 van deze video over weerstand ontdek je hoe je kan omgaan met situaties waarin je weerstand ervaart. Ik zie je straks daar.